Oh. Iemand het zelf reageert helemaal op mijn story. Maar ze is helemaal een gesprekje gaan beginnen in story. En vanaf vandaag begint mijn projectweek. Dus dat wordt strijden. Daar is hij een. Dus ik ga het nu allemaal even laten zien snel. Kijk hoe mooi. Gelijk aanvallen. Het is vandaag alweer maandag. En ja, ik ben net wakker. Ik heb net even gegeten en school begint om 3 uur. Dus tot 4:30 of zo. Nou, dat loopt vast wel even uit. Dus voor ik thuis ben. En maar op zich wel chill. En nu ga ik leren. Want ja, ik heb volgende week tentamen en deze week projectweek. Dus deze week ben ik super druk. Daarom moet ik dat nu allemaal doen. Dat vind ik heel erg saai. Maar ja, dat is toch wel echt wat er moet gebeuren. Dus ik ga nu heel kort zijn. Ik ga nu lekker leren. Leuk dat jullie kijken naar de nieuwe weekvlog. Blijf vooral lekker even kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Ik heb hier zo'n dikke puist al, hè? Maar goed, ik ben klaar met iets leren. En ik ga nu even eten maken. Want het is alweer 11:45. En daarna moet ik nog 1 ding leren. En dan ben ik met het leren klaar voor vandaag. En dan ga ik naar school toe. En dan... ja, ben ik vanavond even voor een opdracht bezig. Dus ik ga nu even denk ik een eitje bakken en zo. Zodat ik dat alvast heb gedaan. En het is echt even een heel, heel saaie dagjes deze komende dagen. Omdat ik dus veel bezig ben met school voor dus tentamens. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Ik ga even eten maken. Ja, dat zal ik gaan doen. Aardbeien, lekker. Dat ga ik sowieso eten. Lunchjes klaar, lekker aardbeidjes, een broodje met ei en multivitamine. Dan ga ik nu even lekker opeten. Zo, ik ben klaar. Ik heb mezelf even klaargemaakt. Ik ga nu naar school toe. Het is echt heel koud buiten. Dus ja, ik heb tot laat school. Dus ik kom vanavond thuis en dan moet ik even douchen en mijn haar wassen. Want mijn haar is echt vet. Ik heb er nu heel veel droogshampoo in gedaan. Dus dat is wat ik ga doen. En dan moet ik nog een opdracht doen vanavond voor school. En vanaf vandaag begint mijn projectweek. Dus dat wordt strijden. Ja, heel veel school draait het deze 2 weken. Eigenlijk 3 weken vooral heel erg om. Maar goed, het is even niet anders. Ik heb beelden geïmporteerd. Dus ik moet ook nog kijken of ik nog plek heb deze week om mijn vlog te editen voor aankomende zondag. Dus dat wordt strijden. Ja, dus ik ga nu naar school. Hetzelfde auto staan als gisteren en... ik zie jullie zo mensen, ik ben weer thuis. Het is echt super laat, want kijk hoe donker het is buiten. Maar goed, ik heb helemaal in mijn hoofd, oké, nu ga ik dit doen en dit, want ik heb allemaal deadlines en zo en nou, gedoe. Maar dat ga ik niet doen, want ik heb al zoveel van haar gedaan. Ik heb al vanochtend 2 vakken geleerd en 1 vak is al super groot, dus ja. En net op school project bezig geweest en in de trein nog bezig geweest voor de poster, filmposter. Dus ook een opdracht. Dus het is nu even klaar. Soms moet je ook even stoppen. Dus wat ik nu ga doen, is ik ga eigenlijk na 30.000 jaar deze frituurpan wassen. Het is echt niet te doen. Dus dat is wat ik ga doen. En dan ga ik lekker, want ik loop 30 jaar ook weer achter met vlogs en zo. En ik heb nog een frikandelbroodje uit de diepvries gekocht. Had ik zaterdag gekocht. Zodat ik hem zelf lekker vers kon opwarmen, weet je wel. En in de oven doen. Voor zaterdag had ik dat gekocht, omdat ik dan een avondje thuis was. Maar ik was zo bezig met die vlog die niet online kon komen, met het exporteren, dat ik dat allemaal vergeten was. Dus dat ga ik vanavond lekker opwarmen en opeten. Dus ik ga even lekker douchen nu. Vlogs kijken. En gaan doen. Frikandelbroodje eten. En dan voor ik ga slapen boek lezen van Danique van Most Wanted. Morgenochtend moet ik heel vroeg uit bed, want we gaan bezig met de projectweek. En dan hebben we als vak ook nog projectweek. En daarna moet ik nog met wat anderen weer een andere opdracht doen. Dus aardig veel school deze week. Dat is maar wat we gaan doen. Komt goed. Dus ik ga nu even rustig aan, want deze week wordt best wel intens, denk ik. En stressvol, daar heb ik helemaal geen zin in. Want dan krijg ik wel mijn pukkels en ik kan niet tegen stress. Dus ik ben altijd heel erg van het plannen en structuur. Dus ik ga nu gewoon rustig aan. Dat is dus de planning. Ik denk dat jullie spontaan nog gewoon stress van krijgen wat ik nu allemaal zeg. Ik ga even lekker met Rituals douchen. Dat vind ik echt even top. En de body lotion van Rituals. En deze Sios conditioner. My fave. En lekker mijn pyjama aan doen, want het is
ijskoud. Het begon net ook al toen ik op de fiets zat te sputteren. En ik dacht, oh mijn god, gaat het nou sneeuwen of zo? Want weet je hoe koud het is? Als het dan begint te regenen, nou. Dus dat. Kan ik wachten om lekker in mijn bedje te kruipen. En dus, ik ga nu echt douchen. Bye bye. Zo, ik heb gedoucht en zo. Het is al heel wat later. En ik zit een boek van Danique te lezen. En ik heb in mijn Insta-story dit gezet. Ik ben echt wel jaloers. Als je leest wat zij allemaal heeft gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Denk ik ook echt, oh mijn god, ik moet echt meer uit mijn leven halen. Dus ik had dat op mijn Insta gezet. En ze moest want het zelf reageert helemaal op mijn story. Maar ze is helemaal een gesprekje gaan beginnen in story. En ik vind dat zo lief dat ze helemaal de moeite neemt om met mij te praten. Ze vraagt echt allemaal dingen. Ze is super lief. Echt zo lief, had ik echt niet verwacht. En ik vind het leuk dat ze de tijd neemt om... Ja, dat ze dat zo leuk vindt dat ik dat erop heb gezet, weet je wel. Ik vind dat gewoon heel leuk. Dus ik ga nu weer verder lezen en slapen straks. Want ik moet morgen vroeg uit bed. En ja. Morgen, het is vandaag dinsdag. En het is ook heel erg vroeg. Want ik moet naar school en we gaan bezig voor het project. Dus vandaar. Ik had geen zin om mascara's op te doen. Ik heb een hele leuke trui aan. Ik ga zo jullie even mijn outfit laten zien nog. En dan ga ik er vandoor. Dus ik ga nu even eten maken. Want goed eten, daar hou ik van. Zo. Lekker gezond weer. Maakt niet uit. Ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Want eigenlijk ben ik om 11:45 vrij. Maar daarna moet ik nog een opdracht met wat anderen doen. En misschien dat we daarna nog weer met project bezig gaan. Dat weet ik niet. Dus, maar het is vast niet heel laat. Aangezien we er nu ook al mee bezig gaan. Dus dat komt wel goed. Dus ik ga nu even lekker alles opeten. Ik denk dat ik uit school nog even naar Lily ga. Want daar heb ik vorige week afgezegd. En dan ging ik deze week doen. Dat ik de vorige week niet echt tijd had. Om daar even heen te gaan. Dus dat ga ik nu wel denk ik doen. Ja, ligt er ook even aan hoe laat ik thuis ben. Maar ik denk wel dat dat dan wordt. Want de rest van de week wordt hem toch niet. Dus... dan kan ik het beter gelijk doen. Dus dat is wat ik vanmiddag nog uit school ga doen. Ik ben terug van weg geweest. Ik ben naar school geweest en het is 2:30. En ik ben nu thuis. En ik ging nog even Nijvrouw op. Want ik moest nog wat voor Ukkie halen voor mijn hamster. En ik had bij Lily nog wat meegekregen. Echt iets heel leuks. En wat heb ik nog meer? Oh ja, en ik heb nog een ander pakketje binnengekregen. Dus ik ga het nu allemaal even laten zien snel. Ik begin wel met dat van Ukkie. Ik heb heel snel zaagsel gehad. Niet zo hele grote. Gewoon zo'n een. Want ik heb nog wel wat, maar dan dacht ik, daar heb ik even een voorraadje. Dan heb ik nog voer. Eigenlijk, jullie weten hoeveel Ukkie eet. Echt, ik ga zo door het voer heen. En voor mijn andere hamsters, ik had er hiervoor ook twee, had ik altijd dit. En mijn camera viel uit, dus ik heb hem weer aangedaan. Maar voor mijn andere hamsters had ik ook altijd dit natuurwolachtig. Want dat is beter dan van dat andere wol. Je hebt verschillende soorten wol. En dit is super zacht en natuurachtig, zeg maar. Ik kan het niet echt uitleggen, maar dit is heel goed voor je hamster. Maar in ieder geval, het wordt natuurlijk super koud. Dus dit is super lekker warm en heel zacht. En dat heb ik altijd in zijn huisje, zeg maar, als ondergrond. Super chill vinden ze dat. En deze, want deze had ik ook altijd voor mijn andere hamsters. En dit is dus van dat, ja, van die papiersnippers noem ik het gewoon. Het heet hamsternest. 100% papier en het is eetbaar. Maar in ieder geval, dit vinden ze super fijn. Want dit is niet zo hard als hooi. En dan doe ik hooi altijd gewoon het hok los. Maar in het huisje doe ik dus dit zachte. En dit. En hier kunnen ze helemaal inwikkelen en zo. Dat vinden ze super chill. In ieder geval, mijn andere hamsters vonden dat wel altijd heel chill. Dus die heb ik gehaald. En ik was dus laatst aan het prutsen met het maken van een laddertje. Want dan kon die lekker klimmen. Want omdat hij dat heel vaak probeert via andere weggetjes. Maar hij kan nooit klimmen. Want dat is allemaal veel te hoog. En toen ging ik dus met stokken en shit allemaal en touw proberen ladder te maken. Maar dat was geen succes. Jeetje mina. Dus nu heb ik een ladder gekocht. Letterlijk een ladder. En die kun je zelf nog even bevestigen. En dat ziet er zo uit. Gewoon van hout. Dus die heb ik gehaald. Wat ik voor mijn hamster heb gehaald. En ga ik nu twee pakketjes in je laten zien. Ik begin wel met die van Lily. Ik was dus weer bij Lily. En ik heb even een shirtje meegenomen. Niet iets heel groots. Super betaalbaar en echt zo mooi. Dit. En het is doorzichtig, again. Maar ik vind het leuk voor kerst of voor de feestdagen. En als je goed kijkt, is het dus glitter. Kun je het zien? Kijk, hoe mooi. I love glitter. Dus dit is zo'n mooi doorzichtig shirtje van glitter.
Met een heel leuk detail bij de mouw. Echt, hier word ik heel gelukkig van met de feestdagen. Lekker glitterig. Deze is van Lovies, maar hij is dus te koop bij Lily. Voor maar 15 euro. Ik heb hem in een maatje S. Ik heb hem nog niet gepast. Maar ik weet zeker dat dit een goede is. Dus deze, hier ben ik heel erg blij mee. En als laatst, gewoon een hele shoplog, heb ik wat ontvangen. En ik weet al wat het is. Oh, het retouradres erbij opgeschreven voor als ik het terug wil sturen. Maar dat ga ik absoluut niet doen. Het is zo vet. Ik ga het nu laten zien. Ja, ik ben echt geen kei in... Als mijn vriend nu kijkt, dan weet hij dit. Ik kan echt geen shit openmaken. Ah, ik vind dit gruwelijk vet. Kijk dan. Hoe tof. Lijk ik erop? Ik weet ook gewoon precies welke foto die hiervoor heeft gebruikt. Laat in de comments achter als jij weet welke foto die heeft gebruikt. Hij staat op mijn Instagram account. Mijn Instagram is Floor Delver. Welke foto jij denkt dat hij heeft gebruikt voor deze tekening. En als je hem goed hebt, dan geef ik je een dikke duimpje omhoog. Super grappig, maar echt zo, zo gruwelijk. Ik vind het echt tof. Zo vet. Dus ik ga het even nog beter laten zien. Maar hier ben ik super blij mee. Dit detail van de mond klopt ook gewoon echt. En als jullie hem gaan volgen, ik zal even in beeld brengen of hoe die heet. Dan kun je kans maken op ook een portret. Laat nog even in de comments achter of jij meedoet. Dan weet ik dat met jouw Instagram naam. Dus dat is natuurlijk super tof. Ik ga het even aan jullie laten zien. Nou ja, in ieder geval, dit is een portret. Ik vind hem super tof. En ik denk dat mijn moeder en vader hem ook heel vet vinden. En dat mijn moeder hem wel wil inlijsten. Denk ik, gok ik. Dus wil jij ook kans maken? Volg dan even Nieke naar Schakelaar. Wie weet maak jij kans op ook een eigen portret. Super tof. Oh, het is trouwens zo erg winter. Oké, ik moet dit zo even allemaal opruimen. Maar het is zo koud en gewoon triest weer en grauw en zo. Maar goed, ik ga even nu dat van Ukkie in het hok doen. En deze bende hier achter me opruimen. En dan ga ik even me omkleden en zo. Beetje chill kleding aan. Ja, ik ga dit even opruimen en bij Ukkie in het hok doen. Ik denk dat dit helemaal geweldig is. Ik had net dat ding vastgemaakt aan dit en daarna hier doorheen. Zodat het zo liep. Maar dat was dom de stijl. En ik vind het zoals een bruggetje super schattig. Want dan moet hij hier zo door dat bruggetje en zo. En dan ging hij net zo overheen lopen. Laat de bakje weg, want hij dronk daar eerst altijd van, omdat hij een baby was. En daar nog niet snapte dat hij daar vanuit moest drinken. Maar nu snapt hij dat wel, dus ik heb hem gewoon weggehaald. Kijk, en ik heb hier wat watjes voor je aan. Die mag je in je holletje stoppen. Kijk, dat vind je fijn, hè? Gelijk aanvallen. Neem maar mee in je holletje dan. Kijk eens dan. Overheen lopen dan. Ja, kijk. Ah. Leuk, hè? Ja, nu ben je naar me toe, hè? Ik ga even heerlijk thee maken. En ik denk dat ik voor zelf of verse thee ga. Hier. Deze is zo lekker. Dit is, even kijken, dit heb ik van mijn vriendin toegekregen. Bosbessen. Zo lekker. En ik heb ook nog van haar de mango. En wat was dit? Sinaasappelthee. Echt heel zo'n pakket had ik gekregen. Zo lekker. Of ik ga voor, oh ja, vrouwenthee of zo. Ja, dat is die Lady Lipton. Super lekker ook. Oeh, daar ga ik denk ik voor. Dit is ook een favoriet van mij. Fruitthee. Heel stom. Dat draadje viel eraf. Lekker joh. Zo'n hele grote kop. Vol met warme thee. En buiten is het super grauw. En regenachtig. Zo jongens, het is vandaag, welke dag is het? Woensdag. Ik ben vandaag vrij, maar we gaan wel naar school voor project. Ik heb net rijles gehad. En dan ga ik direct naar school. Want dan gaan we dus voor project bezig. Die vrijdag ingeleverd moet. Zijn aardig op dreef, dus dat is hartstikke fijn. En dan als ik thuis kom, moet ik nog even leren als ik daar tijd voor heb. En dan dat is een beetje wat ik ga doen. Vanavond moet ik sporten. Dus het is een drukke dag weer. En ik ga nu snel mijn tas pakken naar beneden. En dan ga ik er ook zo vandoor. Trouwens, rijles ging echt goed. Ik heb mijn zesde les nu gehad en ik moest gelijk snel weg. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus ik moest naar Almelo. En dan daar wat bijzondere verrichtingen doen. Dus top. Dus ik ben thuis. Ik ben aan het omkleden, want ik moet nu sporten. Maar het project ging goed. Ja, morgen daar nog even druk mee bezig. En dan is het ook zo goed als klaar. Want vrijdag moeten we presenteren en inleveren. En die week daarna beginnen de tentamens. Dus ik moet ook nog leren. Dus ik ga nu even mijn gymschoenen aandoen. En dan ga ik sporten. Even alles eruit sporten. Is ook wel weer even nodig. Ik ga proberen iets gezonder te doen. Niet zo cliché opvatten. Van, goh, ze schuift alles aan de kant. Nee, ik doe meer snacks.
dat ik nog wel gewoon voor pizza mag eten en zo. Maar als snack wat meer appel of whatever. Geen zak chips op elke avond, zeg maar. Dat soort dingen. Het is gewoon een beetje normaal weer. Dat dus. Ik ga er nu vandoor. Ik draag trouwens, dit is echt heel grappig, want dit shirt is van... Ik zat dus altijd op Acro. En dit shirt is van de, hoe heet dat, NK had ik gestaan. En er staat ook nog mijn naam op. Floor. En die pas ik nog steeds. En dit is een shirt uit 2013. Wel grappig. Dus ik ga nu sporten. Bye bye. Hey lieve mensen, ik ben weer thuis. Het is super donker, dus ik heb gewoon mijn lamp aan. Maar je ziet alsnog niks. En nu is het heel blauw. Maar goed. Oh, dit is wel heel blauw. Ik ben net thuis van sportje. Ik ben helemaal verzuurd. Oh, en nu is het ook gewoon zo koud. Dus mijn spieren worden helemaal weer koud. Dat is echt zo slecht. Maar goed, ik ga even lekker douchen. Ik heb even een kwarkje met... Griekse yoghurt met cranberries. Dus die ga ik zo even opeten in bed. En dan ga ik zo lekker in bed even mijn boek lezen. Werken nog aan mijn project. En filmpjes kijken. Het is nu 7:10, dus dat kan ik dat nog mooi even doen. Vanochtend ga ik niet naar één les toe, want ik heb dat al af voor een opdracht. Dus dat vind ik het ook niet nodig om daar nog heen te gaan. Dus ik begin om 11:00 en dan gaan we bezig met het project. Alweer. En dan de laatste puntjes op de i. Ik ga nu even mijn kleding en zo, want het is een nieuwe was. Die ligt hier allemaal. Ga ik even opbergen. Ik zie een fruitvliegje of zo. Die heb ik nu doodgemaakt. Dat was echt timing. En ja, ik ga dit allemaal even opruimen. Eerst ga ik douchen, want anders dan... Ja, ik wil gewoon even douchen, ik zweet me nog kapot. En that's it. Ik heb het boek van Danique al bijna uit. Ik moet nog echt een paar bladzijden. En dan had ik even verteld tegen haar en ze vond het helemaal leuk zo. Echt zo leuk. Ik vind het echt leuk dat ze tijd neemt om te reageren. Maar goed, het is echt een aanrader boek. Echt oprecht. Ik ben nu echt gemotiveerd. Oh, hij is nog steeds niet dood. Sorry, waar was ik? Ik ben oprecht gemotiveerd om gewoon ook hard te werken en zo. En ik vind dat wel echt super interessant. Ja, ik wil dat ook gewoon. Maar goed, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel willen. Ik ga gauw opruimen, want zo wordt het niet opgeruimd als ik alleen maar door blijf praten. Dus, ai, zo de knetteree. Wat sta ik hier? Oranje. Het is ook super donker, dus ik moet het met het lampje hier doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben klaar voor school. Ik heb besloten toch naar les te gaan. Mijn meisje heeft me overgehaald, dus dat gaan we maar. Het is nu 7:30. Nou, nog niet super vroeg of zo, maar voor mij doen is het heel vroeg. En ja, ik moet even de trein halen. Dus ik ga even snel eten en zo. Ik heb me een klein beetje klaargemaakt en ik laat jullie nu zo mijn outfit even zien. Ik durf dus niet zeggen wanneer ik thuis ben. Want ik heb tot officieel 12:30 project. Maar ja, ik denk, want morgen moet ingeleverd, dat we langer doorgaan. Ik denk dat ik 4:00 wel thuis ben of zo. En vanavond ga ik naar papa. Dus dat is de planning. Ik ga snel eten maken. Ik krijg ook vaak de vraag waarom ik nog niet film op school of zo. Ten eerste, dat doe ik niet omdat ik net ben begonnen met mijn studie. En ik wil dat niet afleiden of zo, whatever. Ten tweede, ik heb niet heel veel les dat je denkt van, goh... Het heeft heel veel extra materiaal om nog op school te filmen. Dat is eigenlijk niet het geval. En ik weet ook niet wie wel op beeld wil en wie niet. En ja, ik weet niet. Ik ga dat niet zo gelijk. Yo, dit is de camera. Ga er maar even lekker tegen praten, weet je wel. Dus ja, ik wil dat gewoon nog niet doen. Misschien later. Ik durf het wel of zo, maar... Ik weet niet, ik vind dat nu nog niet gepast. En ook omdat ik net met die studie ben begonnen, ik laat het wel een beetje zijn gangetje gaan. Nu ga ik eten. Ik heb dus gisteren op school mijn tong verbrand aan koffie. Te hete koffie. Ik had het echt nodig en toen ging ik koffie halen. Oh, maar het was zo heet en ik heb er nu nog steeds last van. Oh, zo naar is dat, hè? Ik draag deze ketting weer van Bombinilline. Truitjes van Bershka. Ik weet niet of ze hem nog verkopen. Deze had ik vorig jaar namelijk gehad. Nou, mijn horloge van mijn vriend gekregen. Mijn ring ook. Deze broek is van de Sting. En ik heb mijn laarsjes hieronder van Moes Wanted. Dus dat is wat ik aan heb. Dus ik ga nu snel naar school toe. Hij is best wel fris, maar ik heb een dikke trui aan. Dus ik weet niet zo goed welke jas ik aan wil doen. Want als ik mijn hele dikke jas aan doe, jullie weten vast wel wat ik bedoel. Deze. Die geeft ook af. En het is heel erg, heel dik. Heel dik. Dus ik denk...
dat ik deze nieuwe doe van de Primark met gewoon een sjaal om. En als het echt donders koud weer wordt, dat het gaat vriezen of zo, dan doe ik wel sowieso mijn dikke teddy aan. Even kijken hoe warm het eigenlijk wordt vandaag. 13 graden met regen. Het gaat vanavond regenen. Dan hoop ik dat ik al thuis ben. Vanaf 4 gaat het regenen, oké. Okay. Hopelijk ben ik dan al thuis. Zo, I'm ready to go. En ik wou nog wat zeggen, want kijk, dit is dus mijn Masha planner. Dus hij is bijna leeg of op of gebruikt. Dit is het enige nog. En ik heb die minty blauwe, die met sterren, supermooi. Die geen kaft heeft, zeg maar. Het heeft wel een kaft, maar niet zo'n nieuwe kaft. Zo'n plastic kaft, waardoor je het mooi in je tas kan doen en dat het niet vies wordt. Dus ik ga denk ik gauw de zilveren bestellen. Die vind ik ook heel mooi. Volgens mij is die zilver of wit met zilveren bolletjes. Heel mooi, minimalistisch en rustig. Ik word daar wel gelukkig van. Dus die ga ik denk ik gauw bestellen voor het nieuwe jaar. Ja, dat ga ik doen. Een nieuwe, frisse plannen voor het nieuwe jaar. Dus dat duurt nog even, maar het komt goed. Oké, okay, let niet op mij. Ik heb door de regen gefietst en ik ben echt net 10 seconden thuis. Ik heb mijn poster, wat ik voor mijn opdracht als deadline voor maandag, waar eigenlijk heel dit kwartier over ging, af en laten drukken. Ik ga hem nu openmaken, ik ben heel erg benieuwd. Ik moest dus zelf een filmposter in Photoshop en InDesign en zo ontwerpen. Dus, en dan zelf de foto's er nog van maken. Wat jullie in mijn vorige vlog hadden gezien, dat ik ging knutselen. Dus, ik ga unboxen. Ik heb er 2 laten drukken. Oh, heel vet. Tadaa. Dit is hem dan. Nou, helemaal leuk. Gezellig. Ik weet niet of je het een beetje ziet, maar kijk hoe leuk. We hebben hier van die lampen hangen. Die komen van Action. En dan zo'n mooie plant in zo'n mand. En hier nog helemaal leuk. Die kaarsjes kunnen ook nog erin aan. Ik vind het zo leuk hier. Oeh, wat donker. Ik heb net even gegeten. Het is alweer super donker. En ik ga even editen. En het is zo allemachtig koud. Dus ik ga nu even editen. Want dat moet ook even gebeuren. En daarna ga ik even lekker chillen. Niks doen. Dat is top. Morgenochtend leren en naar school presenteren. 'S Avonds ben ik thuis en dan kan ik met Laurens. Dan is hij hier. Super gezellig. Dus dat is dat. Echt super saai. Maar ik pak alleen mijn camera bij als ik iets leuks doe. Of in ieder geval als ik iets ga doen. En ik ga ook niet de hele tijd vloggen. Van yo, ik ben nu weer aan het leren. Of yo, ik ben nu weer met school bezig. En namelijk dit. En dan 5 minuten later, ik ga nu dit doen met school. Ja, dat is ook gewoon niet interessant. Dus, maar goed. Ik ga even de pashokjes shop nog editen en de vlog. En dan hoop ik dat ik die gauw kan inplannen voor zondag. Holy shit, jongens. Ik ben klaar met de video editen. De weekvlog voor komende zondag. Altijd als ik edit krijg ik zoveel spierpijn of zo. Dat is heel raar. Maar ik heb dan al spierpijn. En dan ga ik zitten en editen en... Dan krijg ik het alleen nog maar meer. Ik ga even... Oh, zo. Ik ga even lekker douchen. En dat ga ik doen. Met weer de rituals. Love it. Ik ga mijn haar niet wassen, want het is nog helemaal niet vet. Ik kan heel lang mijn haar niet wassen. Zo. Holy shit. Dus ik ga nu douchen. En daarna even lekker koffie maken. En expeditie kijken. Holy shit. Goedemorgen. Ik ben net wakker en ik ga even wat eten maken. Het is trouwens vrijdag en ik heb zo'n presentatie voor school. Ik heb honger, dus ik ga eten. Hij wil echt niet leuk zitten, maar in ieder geval. Ik heb mijn hoofd weer ondergeverfd. Ik heb echt weer veel te veel opgedaan. Of nou ja, weer. Sinds tijden heb ik weer even make-up en foundation al. Dat heb ik echt nooit meer al. Dus ik voel me nu echt een popje. Ik vind het eigenlijk best wel kut, want... Normaal ga ik lekker wrijven door mijn hoofd en dan kan ik er niet aan zitten. En wat doe ik nou? Wat pak ik? Ja, ik moet over een kwartier weg en ik moet nog eten. Dus ik ga nu even snel eten en dan ga ik er vandoor. En ik wil dit er eigenlijk allemaal afhalen, maar dat ga ik niet doen. Want ik had nu wel tijd om me op te maken en dat heb ik dus ook gedaan. Camera valt er nog mee, moet ik zeggen, maar in het echt. Maar goed, ik ga even snel eten maken, want anders dan gaat dat natuurlijk weer helemaal fout. Zo, ik heb even lekker crackertjes met kipfilet. En ik merk echt dat ik de laatste tijd heel gewoon mijn haar weer vast doe. Want dan denk ik, oh, irritant. En dat is het teken dat ik naar de kapper moet. Want dan vind ik het gewoon niet meer mooi zitten. Dus ik wil weer echt even mijn haar fixen en verven en opnieuw grijs maken. Dat was de post. Maar goed. En ik wil gewoon mijn make-up eraf.
Ik ga even lekker smikkelen en ik moet echt even opschieten. Zo, ik ben thuis. Het is gewoon al bijna donker. Het is 5:10 en Laurens die is nu onderweg. Dus hij komt nu elk moment aan. En dan gaan we even patatjes eten en lekker chillen. Want lange dag school gehad. Oeh. En ik heb honger, niet te doen. En het project ging wel goed, de presentatie. Dus nou, prima. Dat zie ik dan wel in de beoordeling gauw. Ja? Oh, weet je. Zo? Niet zo? Eet smakelijk. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Ik ga snel mijn tanden poetsen en dan moet ik naar het werk. Ukkie gaat helemaal los als een man. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is, maar hij is zeer hoorbaar. En het is super vroeg, vandaar dat ik geen beter licht kan vinden. Misschien zo. Nee, dat doen we niet. Ja, ik ga er snel vandoor zo. Ik vind dit zo'n slechte jas. Kijk, één keer. Hier heb ik nog één. Ik had de laatste dus een hele grote midden in mijn jas. Ik weet niet meer waar die is, want die is al gemaakt. Hier is die nu ook kapot in de mouw. Ik heb hem nog maar een paar keer aangehad, hè. Echt super vaag. En ik zag hier dat het alweer losging. Dus ik vind het echt voor... Dit is 100 euro. Nou, sorry hoor, maar ik vind het echt een slechte jas. Hij gaat dus zien dat ik nog meer vind. Dus daar ben ik echt niet blij mee. En hier gaat hij ook bijna los. Nou, top. Focus. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik heb gewerkt. Ik ben echt kapot. Echt, echt kapot. Ik ga vanavond naar mijn vriend. En ja, ik moet eerst gewoon even thuis wat dingen doen. Ik moet mijn kamer nog opruimen en zo. En douchen en zo. Even mijn video inplannen. Dus dat ga ik zo nog doen. Oh, het is zo koud. En kijk, het is dus pikdonker. En ik ging dus weg vanochtend in het donker. En ik kom thuis in het donker. Dat is toch verschrikkelijk. Maar goed. Het is niet anders. Ik ga nu even die dingen doen wat ik net zei. En dat, ja. Ga ik doen. Ik heb nog 11. Dat ik mezelf heel zielig vind. Nee, ik vind het gewoon lekker. Pepernoten en gevulde speculaas gehad. Zodat ik dat vanavond even kan opvreten. Want daar heb ik gewoon zin in. Dus dat is wat ik ga doen. Ik heb ook zo'n zere buik. Oh mijn god. Ja. Zie mijn hoofd. Ik merk ook altijd als ik even geen tijd heb of zo. Of moet haasten of whatever. Dan skip ik mijn mascara, weet je. Elke zaterdag werk ik met deze kop. Want ik doe nu mascara op zaterdag. Want daar heb ik gewoon geen zin in de ochtend. Zo, ik ben weer wakker. Ik kom echt net uit bed. Ik heb niks met mijn haar nog gedaan en shit. Dus daarom zie ik er zo uit. Ik was dus gisteren helemaal vergeten mijn camera mee te nemen naar Laurens. En we gingen gisteren eigenlijk bij de zondag nooit echt heel veel of zo. Omdat we de hele week al heel erg druk zijn. Dus dan gaan we zondag gewoon een beetje chillen. Maar we gingen nog even naar het bos. En toen gingen we daar nog even foto's maken voor mij. Dus dat was wel even leuk. En ja, vandaag moet ik heel veel doen. Dus bij deze sluit ik de weekvlog af. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Dus een duimpje omhoog. Ik ben deze week heel erg hard bezig geweest met het leren voor mijn tentamens en zo. Dus wellicht een beetje saai, maar dat is nu even mijn leven. Dus bij deze, misschien tot de volgende weekvlog. En heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!